Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een nacht. Ik ben wel blij dat ik nog gebleven ben voor een extra drankje. Straks in de bar of hier in de loft. Ik ga dit nog lang onthouden, denk ik. Is het echt? Uh-huh. Dat zegt hij waarschijnlijk tegen al uw veroveringen. Oh nee. Jij bent echt speciaal. Hoe speciaal? Zo speciaal dat ik je een speciaal ontbijt ga klaarmaken, is het? Allee, stop me kittelen. Ik kittel u niet. Kom aan, stop. Maar nee, kijk, ik kittel u niet. Blijf kalm. Fuck! Ik haat slangen, man. Doe iets. Marten, kom mee. Fuck. Wat doe ik daar niet mee? Fuck. Hoe komt dat hier, zeg? Zijn mijn mannen er hier rondkrapt of wat? Wat denk je nu? Dat is niet van mij, hè? Zit wel op mij, Griep. We moeten gewoon kalm blijven, kom. Ik bel iemand om dat beest te komen weghalen, maar eerst koffie. Shit. Jesus. De stroom is uitgevallen. Hoezo? De koffieautomaat werkt niet, de schakelaar niet. En het is wel raar, want er is geen enkele plom gesprongen. Dat is zo raar. Huh? Misschien een algemene stroompanne. Ik zal Benny eens bellen. Plat. Maar die van u is? Ja, tuurlijk. Fuck, ook plat. Murphy. Nee. Werkt ook niet. Ja, maar ik zal beneden gaan bellen met een vaste lijn. Als de lift tenminste werkt. Mm-hmm. Yes! Tot zo! Mm-hmm. What the fuck? Allee, hoe kan dat nu? Is er geen brandtrap? Wat is dat nu? Die deur is nooit op slot. Waar is de sleutel? Ja, maar die zit er normaal gezien op. Reservesleutel? Ja, aan de andere kant, bij Amelie. En nu? Op de rest, naar de mensen buiten roepen. Kom. Zeg, wat is dit? Dat die stroom niet is uitgevallen tot daar, maar die deuren op slot, die vensters vast, dat ding in ons bed. Het is zo precies of hier vannacht iemand is binnen geweest. Jezus, meen je dat nu, terwijl wij lang te slapen? Bijna niet anders. Maar wie kan hier dan allemaal binnen? Wie? Mijn zus. Maar die zit in Parijs. Jenny? Wie is Jenny? Dat is madameke van het onthaal, maar... Zou je zoiets doen? Ja, tuurlijk niet. En de ramp is dat weekend is. Was dat in de week geweest, hadden ze al lang gemerkt dat die lift niet werkte. Kijk, en dat ik er niet ben, maar met een beetje pech zit, werd 2 dagen opgesloten. Kijk, hoe klote de situatie ook is, ik kan me slechter gezelschap voorstellen om opgesloten te zitten. We weten in ieder geval wel wat te doen. Mm-hmm. Nee? Mm-hmm. Mm-hmm.
niks marcheert hier en die printer die gaat wel. Zie. Wat is dit nu weer? Ik denk dat ik weet wie ons hier heeft opgesloten, Lars. Hij stalkt me al een paar weken. Zijn je daarmee naar de politie geweest? Marthe, die gast die... Ik wou hem niet in de problemen brengen, ja? Ik dacht dat hij uiteindelijk wel vanzelf ging stoppen. In de problemen brengen? Wij zitten hier opgesloten, zonder elektriciteit, met een slang in een bokaal. Je snapt het niet, hè? Maar leg het mij dan uit! Glenn is een van mijn beste vrienden. We hebben elkaar leren kennen op kot. Hij deed informatica en ik burgerlijk ingenieur. Het klikte direct supergoed tussen ons, maar we zijn nooit meer geweest dan goede vrienden. Tot een paar maanden geleden. Het was gedaan met mijn lief en ik zat er compleet door. Ik kon niet meer, ik kon niks niet meer. Niet meer eten, slapen. Het enige wat ik nog deed was huilen. Tot Glenn zei dat het genoeg geweest was. Hij heeft mij mee uitgenomen. We zijn heel de nacht gaan feesten. We hadden veel te veel gedronken. Ik weet daar zelfs niet veel meer van. Hij heeft mij naar huis gebracht. En... Emma. Hij heeft mij in mijn bed gelegd en ik ben hem beginnen kussen. De volgende dag werden we wakker en hij dacht dat het begin was van ons. Terwijl dat voor mij maar één zatte nacht was. Één zatte nacht. En niks meer. Oh, Lars. Je had je gezicht moeten zien toen ik zei dat wij niet meer dan vrienden konden zijn. Ik heb die zien breken, hè. Weet je wat dat is? En dat is allemaal mijn schuld. Je bent veel te hard voor jezelf. Maar nee, ik had dat moeten voorzien. Ik heb je vast hoop gegeven en ik wist dat hij zo verliefd op mij was. Er worden elke dag mensen afgewezen. Oh, dat geeft die gast niet het recht om u te terroriseren, om u te achtervolgen, om hier in te breken terwijl wij liggen te slapen. Ik weet het. Sorry. Ja, maar jij moet hem niet excuseren. Hij moet dat doen. Hij is ziek.
snap niet hoe dat... Hey. Hey, rustig. Hij is weg. Je zit veilig nu. Kom. Hey. Plots ging de deur van de lief toe. Ik hoorde voetstap en ik wist gewoon dat hij nog was nog voor dat de deur. Hij stormde binnen. Hij pakte me vast en gooide me op bed. Wat heeft hij dat gedaan? Heeft hij toch niet? Schat je toch? Ik heb echt gebeten, geslagen, geroepen. Ik heb echt alles gedaan. Toen stopte hij verschrikkelijk in bier. En is hem doorgegaan. Gewoon nieuw dat die smeerlap hier is binnengeraakt. Waarom doet je dit? Wat is hier de bedoeling van? Je gaat hier niet gemakkelijk van afkomen. Dat beseft je toch? Gijzelingen met geweld. Zijn ze niet mals mee? Het kan direct voorbij zijn. Dat hangt van u af. Oké. Wat wilt je dan? Geld. Geef mij Marta en ik val u niet meer los. Om wat te doen met haar? Wat ik met haar doe is uw zaak niet. Marta blijft hier. Kom aan. Wat is ze voor u? Een scharrel? One night stand? Ze betekent niks voor u. In ieder geval meer dan voor u. De manier waarop dat jij haar behandelt. Jij bent ziek, jongen! En hoe behandelt jij haar dan? Morgen zijt je al terug vergeten, gelijk al die anderen. Jij misbruikt de vrouwen even goed voor je plezier. Nooit geven, alleen maar nemen. Jij terroriseert haar. Jij achtervolgt haar. Zij moest ze opsluiten, klootzak! Kijk, het is heel simpel. Als ik haar niet krijg, gaat je alle twee aan. Lars? Tegen wie ben jij bezig? Glenn. Glenn? Wat wil hij? Nee. Beste. Ik heb u erin meegesleurd en uiteindelijk draait het allemaal om mij. Nee. Hij heeft ingebroken in mijn appartement. Hij heeft ook mij gegijzeld. Het draait ook om mij. Shit.
Wat ga je doen? Ik laat me niet opsluiten in mijn eigen appartement in geen 10 fucking jaar. Denk je dat dat gaat lukken? Mot! Er zit niks anders op dan gewoon af te wachten, hè. Maandag gaan ze beneden wel beseffen dat er iets niet klopt. Hou je dat wel uit tot aan? Nee. Kan dat niet. Je kunt je niet voorstellen hoe gefrustreerd dat ik ben. Hier zo opgesloten zitten. Wachten. Luisteren hoe die zot onze les belt. Ik ben alle controle kwijt en ik haat dat. Ça va? Ik lig zo duizelig. Ga even op bed liggen. Je bent helemaal uitgeput. Ga even op bed liggen. Ik blijf wel bij u. Wat is dit? Waarom? Waarom doe ik dit? Lars, ik hou van u. Lars, ik hou van u. Larsje toch, loser. Snap je het nu nog niet? Er is helemaal geen Glenn. Zie. Echt ongelooflijk wat je er allemaal mee kunt doen. Kijk. En dat is nog niet alles. Luister goed, hè. En? De lift. Hij werkt. Maakt mij vooral veel zorgen om mijn acteertalenten. Nee! Lars! Help! Kom een beetje geloofwaardig over, hè?
moet toegeven, de tranen toen ik mijn slaapkamer vond, ja, die vond ik het moeilijkst. Maar je was er wel mee weg, hè. De manier hoe jij je ontfermde over mij. Larsje, dat was zo mooi. Ik was echt ontroerd. Bijna. Herkende dit? Mooi, hè? Maar nee, natuurlijk herken je het niet, hè? Als je mij al niet meer herkent! Dit droeg ik de eerste avond toen we elkaar leren kennen. Herinner het u nu, hè? Aan een toog. Je hebt mij heel de avond getrakteerd. We hebben seks gehad. En ik stotterde. Ik dacht dat dat voor altijd was. Wat deed jij? Jij stapte naar het bed, douchte nu en vertrok. Maar ik kon u niet uit mijn hoofd krijgen, Lars. Ik wou u terugzien. Ik heb er alles aan gedaan om terug met u contact op te nemen. Maar jij zag mij gewoon niet meer staan. Tot vrijdag. Maar zelfs dan niks. Niks van herkenningen. Wauw. Dat zegt eigenlijk echt heel veel over hoe jij over vrouwen denkt, hè? Het is fucking vernederend, Lars! Ik deed exact hetzelfde als jaren geleden. Die eerste nacht. Maar niks van herkenning, hè? Niks, hè? Het is gewoon een vreemde voor u, hè? Huh? Een object! Een fucking sekspop! Sorry! Geen excuses, Lars. Ik kom vooruit! Je kunt justice voor alle vrouwen! Lars! Er is iets met de lift. Doe die deur eens open, alstublieft. Lars! Alleen. Zijn we zeker? Ja, ja, merci. En nu? Kijk, dat ik u niet herkend had, dat spijt me. Echt, sorry. Maar ik heb mijn lesje nu geleerd. En hoe? Wat een show, Maarten. Special effects en zo. Alleen uw huisdier. Dan mocht je in het vervolg echt wel thuis laten.